De vorige les zijn we geëindigd met de beschrijving van het kruipgedrag aan de hand van isochronen. En op een bepaald moment hebben we dus die isochronen ook voorgesteld in functie van de temperatuur. Nu bestaat er een rekenmethode om het kruipgedrag van polymeren te beschrijven in functie van de temperatuur. En waarbij dat wordt gebruik gemaakt van de wet van Arrhenius. Als we kijken naar een kunststof waarbij dat we dus een belasting op aanbrengen, bijvoorbeeld een trekbelasting, dan hebben we gezien dat in functie van de tijd dat er nog een bijkomende vervorming zou plaatsvinden en dat was dus inderdaad het fenomeen kruip. Als we inwendig gaan kijken in het materiaal, dan zou je kunnen zeggen van ja, door het aanbrengen van die belasting gaan die moleculen zich in de vaste fase dus herschikken. Bijvoorbeeld bij het aanbrengen van een trekbelasting in een polymeer gaan de polymeerketens zich richten in de richting van die trekbelasting. Dus dat is een beweging van moleculen in de vaste fase. Je kan dat vergelijken met een soort van diffusieproces. En we hebben in het tweede jaar gezien dat bij een diffusieproces de temperatuur een heel belangrijke rol speelt. En uiteraard, naarmate dat de temperatuur zal verhogen, zal dus ook de beweeglijkheid van de polymeermoleculen dus ook gaan toenemen. En dat wordt dan beschreven in die wet van Arrhenius. En dat is ook zoiets dat wij gevoelsmatig kunnen zeggen, want naarmate dat we in een thermoplast de temperatuur zullen verhogen, dan zal dus inderdaad het materiaal gevoeliger worden voor kruip, of met andere woorden, dan zal de uittrekking van het materiaal in functie van de tijd dus ook gaan versnellen. De wet van Arrhenius kan beschreven worden vanuit de chemie met de volgende algemene formule, waarbij dat V de reactiesnelheid is. Bijvoorbeeld een percentage weggereageerde stof per eenheid van tijd. K is een constante met dezelfde eenheid als de reactiesnelheid. Q is de activeringsenergie en die wordt dan gegeven in joule per mol. R is de gasconstante en T is de absolute temperatuur in Kelvin. Let ook vooral op het minteken. Als het gaat over een reactiesnelheid kunnen we ook spreken over een reactietijd. En dat is namelijk 1 op reactiesnelheid. Vandaar dat we deze formule ook kunnen herwerken. En waarbij dat dus nu de reactietijd T wordt voorgesteld in seconden. Wanneer we deze laatste vorm van de wet van Arrhenius verder gaan herwerken, kan ik dat schrijven in logaritmevorm. Als ik een situatie 1 heb, waarbij dat ik werk met een tijd T1 en een temperatuur T1 om te komen tot een bepaalde situatie, dan kan ik dat beschrijven met deze wet. En als ik dan mijn temperatuur verander, dan zal waarschijnlijk ook mijn reactietijd veranderen. En dan kan ik dezelfde wetmatigheid hier ook schrijven. Als ik nu beiden van elkaar aftrek, dus lnT1 min lnT2, dan kom ik uit op deze formule, waarbij dan ik dus ook wel opmerk dat lnk in beide situaties van elkaar wordt afgetrokken, dus dat vervalt hier in deze formule. En als ik overga naar de Neperiaanse logaritme, dan moet ik deze constante ook nog eens delen door 2,3. Zodanig dat ik als algemene vorm van de wet van Arrhenius ook het volgende kan schrijven. De logaritme van een tijd T1 min de logaritme van een tijd T2 is gelijk aan een constante. En die constante is dan in principe gelijk aan deze waarde of deze berekening. Maal 1 op T1 min 1 op T2. En deze formule gaan we nu verder uitwerken voor ons kruipfenomeen. Indien we dan de algemene formule van de vorige slide herwerken naar een meer bruikbare formule, die we dan ook kunnen gebruiken voor kruip, dan hebben we hier T is de temperatuur, T
T-referentie is een referentietemperatuur die we op voorhand vastleggen. KT is een constante, wordt ook gegeven in Kelvin, omdat we hier onbenoemd moeten uitkomen. En T en T-referentie zijn dus kruiptijden, enerzijds bij een temperatuur T en anderzijds bij een referentietemperatuur. En deze tijden mogen zowel gegeven worden in seconden, als ook in uren, als ook in dagen. Maar eerst we een bepaalde eenheid aannemen, moet het voor beide tijden dezelfde eenheid zijn. Een toepassing van deze formule leidt tot het berekenen van belastingstijden bij het optreden van kruip, wanneer dat we de temperatuur gaan wijzigen. En een praktisch voorbeeld is hier bij ons in het lab materiaalonderzoek, waar we het kruipgedrag van hoge dichtheidspolyethyleentrekstaaf willen bestuderen bij kamertemperatuur. Nu, kruipen bij kamertemperatuur, dikwijls zijn dat zeer lange meettijden, orde grootte 1000 uur of zelfs 10.000 uur. En het is economisch onverantwoord om een trekbank gedurende die tijd bezet te houden om de proeven uit te voeren. Vandaar dat men dikwijls om de meettijd te verminderen of te besparen, dus de kruipkrommen gaat uitvoeren op verhoogde temperatuur en daarna gaat men dan een extrapolatie doen naar de lagere temperatuur. Veronderstel dat uitgaande van proeven op verhoogde temperatuur de volgende gegevens naar voren komen. Eerst en vooral toch wel belangrijk, alle proeven zijn uitgevoerd met een constante trekbelasting van 10 megapascal. Bij een temperatuur van 70 graden Celsius bedraagt de belastingstijd, wanneer dat we dus deze spanning aanbrengen, 8 uur voor een rek van 20%. Dus de temperatuur zal hier belangrijk zijn en ook de belastingstijd. Wanneer we de temperatuur verlagen naar 50 graden Celsius, dan zal uiteraard de belastingstijd groter zijn, dus dan spreken we dus over 48 uur, voor eenzelfde rek te hebben van 20%. Gevraagd, geef een voorspelling van de belastingstijd om eenzelfde rek van 20% te verkrijgen, maar dan wel met een temperatuur van 20 graden Celsius. Vooraleer dat we de getalwaarden gaan invullen in de basisformule, spreken we eerst met elkaar af dat we als referentietemperatuur 70 graden Celsius nemen, omgezet in Kelvin, en referentietijd is dan de bijhorende 8 uur. Dat wil zeggen, in onze basisformule is dan de andere temperatuur 50 graden Celsius en de bijhorende tijd is dan 48 uur. We gaan eerst de constante KT uitrekenen en we brengen deze getalwaarde in de basisformule. Mijn enigste onbekende is hier KT en ik kom uit dat KT gelijk is aan 4311 Kelvin. Vervolgens ga ik diezelfde KT-waarde invullen opnieuw in de basisformule, maar nu ga ik rekening houden met een belastingstemperatuur van 20 graden Celsius en we gaan uitgaande van deze basisformule opnieuw de belastingstijd gaan uitrekenen. Dus ik vul in, dus T is nu mijn onbekende. Ik vul opnieuw de getalwaarden in. De 8 komt nog altijd overeen met de referentietijd van 8 uur. En de 343 komt nog altijd overeen met de referentietemperatuur die we hier hebben afgesproken. De 293 is het aantal Kelvin voor 20 graden Celsius. Ik vul dit volledig in mijn basisformule, ik reken dat uit en dan kan ik de belastingstijd T gaan uitrekenen en die bedraagt 1116 uur en dat komt ongeveer overeen met 48 dagen. Besluit, als we de trekproef of de kruiproef zouden uitvoeren op de trekstaaf bij een temperatuur van 20 graden Celsius, dan zou die trekbank een bezetting hebben van 48 dagen.
wil ik op dezelfde manier dus ook een REC van 20% verkrijgen. Het is natuurlijk een prognose. Met een prognose moet je dus altijd voorzichtig zijn. Maar het geeft mij toch een idee van de kruip bij lage temperatuur, door de proeven te doen inderdaad op hoge temperatuur. En dan gaan we ook even de oefeningen kijken van bladzijde 3.36, waarbij een prognose van de kruiptijd wordt gevraagd, die nodig is om in polyamide 6.6 bij een constante belasting van 10 megapascal een REC te geven van 2% en dit bij een omgevingstemperatuur van 40 graden Celsius en 10 graden Celsius, op voorwaarde dat van het materiaal een aantal kruipkrommen zijn gegeven met bepaalde temperaturen. En dat vinden we dan terug in figuur 3.58. Dus het polyamide 6.6, dus inderdaad met diezelfde constante belasting van 10 megapascal. Er is gegeven de kruipkromme bij 23 graden Celsius en er is gegeven de kruipkromme van 60 graden Celsius en ook van 125 graden Celsius. En er wordt gevraagd, wel, hoe zit het dan met de kruiptijden wanneer dat we dus inderdaad gaan werken bij omgevingstemperaturen van 40 graden Celsius en 10 graden Celsius. Het eerste dat we gaan doen, dat is een referentietemperatuur vastleggen. In de oefening daarjuist hebben we de hoge temperatuur genomen. We gaan nu de lage temperatuur nemen en we nemen als referentietemperatuur dus 23 graden Celsius. Dit wil zeggen, de tijd die daarmee overeenstemt om een procentuele REC te krijgen van 2%, komt dan overeen met dit punt. En als we dat gaan benaderen en bekijken, dan komt dat uit op 10 tot de macht 3,9 uur, of dat is ongeveer gelijk aan een 8000 uur. Het eerste dat we moeten doen in onze formule, dat is onze constante bepalen, en vandaar dat we dus ook twee temperaturen nodig hebben. Eén temperatuur van 23 graden Celsius is dus mijn referentietemperatuur, en de andere temperatuur zal dan de temperatuur zijn van 60 graden Celsius. En dat wil zeggen, als we bij deze temperatuur gaan kijken naar de tijd die nodig is om het materiaal 2% uit te rekken, dan komen we uit op een tijd van 1 uur. Vervolgens ga ik deze aangeduide waarden gebruiken om de constante KT te bepalen. Ik vertrek dus opnieuw van mijn basisformule. Ik vul de verschillende waarden in. Mijn enigste onbekende is dus hier inderdaad KT. En KT is dan gelijk aan 10.389,6 Kelvin. Vervolgens ga ik dezezelfde constante gebruiken om de belastingstijd te bepalen bij een temperatuur van 40 graden Celsius. Ik vertrek terug van diezelfde basisformule. T is mijn onbekende, dus die zoek ik. T referentie is gelijk aan 10 tot de macht 3,9 uur. De referentietemperatuur blijft nog altijd diezelfde 23 graden Celsius of 296 Kelvin. En de temperatuur die hier moet geschreven worden, dat is de temperatuur in Kelvin als we rekenen met een temperatuur van 40 graden Celsius. Dus dat komt neer op 313 Kelvin. Dus ik vul dat allemaal in deze formule in. Mijn enigste onbekende in deze vergelijking is terug de tijd, en dat is dan dus de belastingstijd. Als we dat gaan herrekenen, dan komen we dus een belastingstijd uit van 100 uren, of dat is 4 dagen. Als we dan tenslotte de belastingstijd gaan berekenen bij 10 graden Celsius, dan gebruiken we opnieuw dezelfde formule. Nu werken we inderdaad met een temperatuur van 283 Kelvin, dus dat is die 10 graden Celsius. En ik bereken opnieuw de tijd die nodig is om een REC te krijgen van 2% in het materiaal. En dat komt dan hier op een tijd van 316.227 uur. Als we dat gaan uitrekenen naar jaren, dan is dat ongeveer een tijdspanne van 36 jaar. Conclusie.
Wanneer ik een trekstaaf neem uit Polyamide 6.6, waarop ik een trekbelasting uitoefen van 10 megapascal, dan mag ik bij een temperatuur van 60 graden Celsius een rek verwachten van 2% na een belastingstijd van 1 uur. Wanneer ik diezelfde proef uitvoer bij een temperatuur van 40 graden Celsius, dan is de belastingstijd gestegen tot 100 uur. Doe ik dezelfde proef bij kamertemperatuur of bij 23 graden Celsius, dan moet ik al 8000 uren wachten of 10 tot de macht 3,9 uur. En als de proef zou worden uitgevoerd bij een temperatuur van 10 graden Celsius, dan moet ik ongeveer een 36 jaar wachten, ook voor een zeildirect te hebben van 2%. Op bladzijde 3.36 van het cursushandboek in paragraaf 5.5 vind je dan een aantal toepassingen op kruip en relaxatie. En in een eerste opdracht gaan we dus een kunststofbuis uit polyoxymethyleen met een buitendiameter van 14 mm en een wanddikte van 2 mm en ook een lengte van 2 meter of 2000 mm. We gaan dat ophangen aan een plafond en belasten met een trekkracht van 2300 newton met behulp van dit stalen gewicht. Na een tijd van 10.000 seconden zal onder invloed van kruip de stalen massa de bodem raken. En dan wordt er gevraagd: bereken deze afstand x. Bereken de kracht waarmee dat de stalen massa tegen een bodem zal drukken na 10 tot de 8e seconde of na 116 dagen. En dan een laatste vraag. Bereken de uiteindelijke buislengte na deze 116 dagen, direct ook na demontage van het geheel. We beschikken van polyoxymethyleen over een diagram met isochronen met verschillende tijdstippen. En het eerste dat we gaan uitrekenen, en dat is dan een voorafgaande berekening, dat is de spanning in het materiaal, dus in de kunststofbuis, wanneer dat deze buis het volledige gewicht van de stalen blok zal opvangen. En dat is een heel eenvoudige berekening, waarbij dat we kracht delen door dwarsdoorsnede. En dan kom ik een spanning uit van 30,5 newton per vierkante millimeter. We gaan nu kijken naar de berekening van de afstand x of van de verlenging. En eigenlijk moeten we dan ons diagram gebruiken, waarbij dat we onze spanning van 30,5 newton per vierkante millimeter horizontaal uitzetten naar de desbetreffende tijd van 10 tot de 4e seconde. Dus ik ga kijken op deze isochroonlijn. En dan zie ik dat de rek in het materiaal ongeveer gelijk is aan 1,9%. Dus de rek is 1,9%. Dat wil zeggen, de verlenging of de afstand x is dan gelijk aan die 1,9% gedeeld door 100 maal 2000. En dat is dan de lengte van de proefstaaf. En dat is dan gelijk aan 38 mm. Vervolgens gaan we het materiaal onderwerpen aan spanningsrelaxatie, want we houden onze verlenging constant, dus dat is die waarde van x. En we gaan kijken naar de afname van de spanning in de kunststofbuis wanneer dat de tijd verder vordert van 10 tot de 4e seconde naar 10 tot de 8e seconde. Als ik ga kijken naar mijn spanning, die dan nog overblijft na 10 tot de 8e seconde of na 116 dagen, dan komt dat overeen met punt B. Dus in de beginsituatie was mijn spanning inderdaad 30,5 newton per vierkante millimeter. En na 116 dagen is die spanning dus verminderd naar ongeveer 14,5 newton per vierkante millimeter. Dat wil zeggen, een gedeelte van het gewicht zal nu ook worden gedragen door de vloer. En die kracht kan eigenlijk ook worden berekend, want dat is dan gelijk aan de totaalkracht van 2300 newton min de kracht die wordt opgenomen door de kunststofbuis.
En we weten dat in deze kunststofbuis een spanning is van 14,5 newton per vierkante millimeter. Ik vermenigvuldig dat maal de dwarsdoorsnede. Ik trek het af van die 3000, van die 2300 newton. En ik kom dus nog een kracht uit van 1207 newton. En dat is de kracht waarbij dat het gewicht op de bodemplaat zou rusten. Weliswaar na 10 tot de 8e seconden. En dan een laatste vraag. Als we nu alles terug gaan demonteren en het blok wegnemen, wat is dan de uiteindelijke rek van het materiaal? Er wordt bijgezegd direct na demontage. Dan kunnen we deze eerste isochroon zowat vergelijken met een gewone trekrobbe, omwille van het feit dat die tijd daar heel kort is, namelijk 100 seconden. Dit wil zeggen, dit stelt dan de ogenblikkelijke elasticiteitsmodulus voor, dus de richtingscoëfficiënt, hier door deze stippenlijn. Wanneer ik inderdaad de spanning wegneem van de kunststofbuis, dan zou die kunststofbuis elastisch terugveren. En we mogen toch ongeveer zeggen dat de terugvering een lijn zal zijn die evenwijdig loopt met deze stippenlijn, dus de elastische terugvering. En dan kom ik uit in het punt C. En als ik nu ga kijken op de absceslijn, waarbij dat de rek wordt voorgesteld, dan is dat ongeveer een blijvende rek van 1,3%. En 1,3% komt overeen met een verlenging van 26 mm. Dus de totale buislengte zal dan 2026 mm bedragen. Wanneer we de buis een tijdje laten liggen in die onbelaste toestand, dan zal de buis nog verder inkrimpen door entropie-elasticiteit. En zoals we gezien hebben, zullen dan de molecuulketens die door die trekspanning gericht zijn, opnieuw worden gekluwend, waardoor dat dus inderdaad de buis nog verder zal krimpen. Opdracht 2 is terug een toepassing op de wet van Arrhenius. Aan de onderzijde van een verticaal opgestelde ronde staaf uit polypropeen met een diameter van 9 mm en een lengte van 1 meter hangt een gewicht van 65 newton. Het belastingspatroon wordt als volgt geschetst. En nu gaan we die belasting aanbrengen bij verschillende temperaturen. Dus die belasting gaat optreden gedurende 10 tot de 8e seconde bij een temperatuur van 20 graden Celsius. Vervolgens 10 tot de 7e seconde bij een temperatuur van 40 graden Celsius. Ook 10 tot de 7e seconde bij een temperatuur van 60 graden Celsius. En tenslotte 10 tot de 6e seconde bij een temperatuur van 70 graden Celsius. En er wordt gevraagd, bereken de verlenging van de staaf op het einde van de totale belastingstijd door gebruik te maken van dus inderdaad die methode van Arrhenius. Als bijkomende maar toch ook noodzakelijke informatie worden hier de kruipkrommen gegeven van polypropeen, enerzijds bij een temperatuur van 20 graden Celsius en anderzijds bij een temperatuur van 60 graden Celsius, waarbij dat direct wordt voorgesteld in functie van de tijd bij verschillende spanningen. Een voorafgaande berekening, dat is hier dat we dus de trekspanning gaan uitrekenen in het materiaal, dus onder de invloed van die 65 newton. En dat is een zeer eenvoudige berekening, waarbij dat we de kracht delen door het dwarsoppervlak van die polypropeenstaaf. En dan kom ik een trekspanning uit van ongeveer 1 newton per vierkante millimeter. Ik merk dat deze spanning als kruipkromme aanwezig is bij een temperatuur van 60 graden Celsius, maar niet aanwezig is bij de kruipkrommen bij een temperatuur van 20 graden Celsius, want daar is mijn minimale spanning 2 newton per vierkante millimeter. Een tweede voorafgaande berekening is de berekening van de constante Kt in de basisformule van de wet van Arrhenius. En we nemen daarvoor een referentietemperatuur die we met elkaar afspreken.
En dat is de temperatuur van 60 graden Celsius. En later zal duidelijk worden waarom we deze temperatuur hebben genomen. Dus referentietemperatuur 60 graden Celsius spreken we met elkaar af. Ik ga ook kijken naar de kruipkrommen bij een spanning van 2 newton per vierkante millimeter. Dat is een spanning die zo dicht mogelijk ligt tegen onze optredende spanning. En vermits de kruipkrommen van 1 newton per vierkante millimeter bij polypropeen bij 20 graden Celsius niet aanwezig is, neem ik dus inderdaad die spanning die daar zo dicht mogelijk tegen ligt en dat is dan die 2 newton per vierkante millimeter. Zowel voor 20 graden Celsius als ook voor 60 graden Celsius. En dan stel ik vast dat we bij een temperatuur van 20 graden Celsius een rek hebben van 0,4% na een tijd van 10 tot de zesde seconde. Als ik dezelfde proef herneem, maar bij een temperatuur van 60 graden Celsius, heb ik diezelfde rek van 0,4% reeds na 500 seconden. Van die gegevens ga ik gebruik maken om dus de constante KT te berekenen. En ik vul die in onze basisformule, waarbij dat deze temperatuur dus de referentietemperatuur is van 60 graden Celsius, maar dan omgezet in Kelvin. Dat hier is mijn temperatuur van 20 graden Celsius in die situatie. En dat zijn dan de overeenkomstige tijden. Dus mijn enigste onbekende, dat is in dit geval KT. En als we dat allemaal herwerken en uitrekenen, komen we een KT uit van 8052 Kelvin. Vervolgens gaan we de equivalente tijden berekenen met nog altijd diezelfde referentietemperatuur van 60 graden Celsius of 333 Kelvin. En in de eerste stap hebben we dus 10 tot de achtste seconde bij 20 graden Celsius, waarbij dat T 10 tot de achtste is, dus dat is die tijd bij 20 graden Celsius. Dit is mijn referentietijd bij 60 graden Celsius. En ik vul hier gewoon de waarde in van 20 graden Celsius en 60 graden Celsius, maar dan omgezet in Kelvin. Mijn constante KT heb ik berekend in de vorige slide. En dan kom ik een referentietijd uit van 2 maal 10 tot de vierde seconde. Dit wil eigenlijk zeggen, of ik nu mijn materiaal belast, mijn spanning van 1 newton per vierkante millimeter gedurende een referentietijd van 2 tot de vierde seconde, maar bij een temperatuur van 60 graden Celsius, dan zal de uitrekking hetzelfde zijn alsof ik bij een temperatuur van 20 graden Celsius, maar dan gedurende 10 tot de achtste seconde het materiaal belast met die spanning van 1 newton per vierkante millimeter. Op eenzelfde manier gaan we dat ook doen in de volgende stap, namelijk 10 tot de zevende seconde bij 40 graden Celsius. Ik vul terug de verschillende getalwaarden in en dan kom ik uit dat de referentietijd gelijk is aan 2,86 maal 10 tot de vijfde seconde. Als ik ga kijken bij de stap waarbij dat de temperatuur gelijk is aan 60 graden Celsius, dan kan ik ook voorhand al zeggen dat die tijd hetzelfde zal zijn, want ik ga de beschouwde tijd gelijk nemen aan de referentietijd. Maar als ik dat in de berekening breng, dan komt dat ook tot uiting, want dit is dan gelijk aan 0, deze term. Dus dat wil zeggen, T-referentie is dan gelijk aan 10 tot de zevende. Vervolgens ga ik ook kijken bij een temperatuur van 70 graden Celsius. Ik vul terug de waarden in. En dan kom ik een referentietijd uit van 5 maal 10 tot de zesde seconde. Vervolgens gaan we de som nemen van alle referentietijden en we gaan die met elkaar dus optellen. En dan is mijn totale referentietijd, of mijn totale equivalente tijd zou je kunnen zeggen, gelijk aan 1,53 maal 10 tot de zevende seconde. Vervolgens neem ik terug de kruipkrommen bij een temperatuur van 60 graden Celsius, dus dat was dus die referentietemperatuur. We gaan de totale equivalente tijd uitzetten op de diagram en dat was gelijk aan 1,53 maal 10 tot de zevende seconde.
Ik ga kijken naar de kruipkromme die overeenkomt met onze optredende spanning in het materiaal. En dat was dus 1 newton per vierkante millimeter. En ik ga dan construeren de rek in het materiaal. En als we goed kijken op de grafiek, is dat een rek van ongeveer 0,47%. En dat is dan mijn totaalrek. En dat komt dan overeen met een totale verlenging van 4,7 mm, vermits de lengte van de staaf gelijk is aan 1 mm. Indien ik als referentietemperatuur 20 graden Celsius had geroepen in plaats van 60 graden Celsius, dan had ik een eerste probleem, vermits dat de kruipkromme bij 1 newton per vierkante millimeter in dat diagram niet aanwezig is. En ook als ik mijn totale equivalente tijden dan zou uitrekenen, dan zouden die tijden zo groot zijn, zodanig dat ze buiten het bereik van deze schaal zouden vallen. En vandaar dat ik ze dus ook niet kan aflezen. En dat is dus de reden waarom dat we gekozen hebben voor een temperatuur van 60 graden Celsius als referentie. Hoofdstuk 6 handelt over de sterkte van kunststoffen. En in principe, als het gaat over sterkte van kunststoffen, zijn er drie definities. In een eerste definitie gaan we gewoon kijken naar de treksterkte van het materiaal, dus de traditionele treksterkte. En deze wordt berekend uitgaande van het spanning-rekdiagram dat we in een van de vorige hoofdstukken hebben besproken. De waarde van een treksterkte wordt dikwijls gegeven in megapascal of in newton per vierkante millimeter. Als we kijken naar de lange duursterkte, gaan we ook rekening houden met de blootstellingstijd van die kunststof onder een bepaalde spanning. En naarmate dat de blootstellingstijd groter is, zal de kunststof ook meer kruipen. Zal bijvoorbeeld de dwarsdoorsnede van het materiaal kleiner worden, zodanig dat op een bepaald moment dus ook breuk zal optreden. Het kan ook zijn dat onder invloed van die blootstellingstijd het materiaal gaat trekken en wanneer de kunststof een bepaalde kritische rek heeft overschreden, kan het ook zijn dat er haarscheurtjes zullen optreden in het materiaal. En die haarscheurtjes op hun beurt leiden dan tot de brossenbreuk van de kunststof. En dan is er ook nog de slagsterkte. En daar gaat men kijken naar de arbeid die geleverd wordt wanneer dat een bepaalde kunststof met een bepaald oppervlak wordt doorbroken. En deze arbeid of deze slagsterkte wordt dan gegeven in kilojoule per vierkante meter. Je kan het eigenlijk vergelijken met een impacttest of ook met de slagproef. De treksterkte van kunststoffen hebben we reeds behandeld in hoofdstuk 3, wanneer we gepraat hebben over het spanning-rekdiagram. En in deze figuur wordt nog eens een algemeen beeld gegeven van deze treksterkte in vergelijking met andere materialen zoals de metalen. De thermoplasten scoren zeer slecht tot matig. De minder sterke thermoplasten zijn vooral de polyetheensoorten. De sterkere thermoplasten zijn bijvoorbeeld de polyamides of de nylonsoorten. De rubbers scoren zeer laag, maar die hebben dan weer een heel goede elasticiteit. En de treksterkte van de thermoharders is vergelijkbaar met de treksterkte van de sterkere thermoplasten. Synthetische vezels zullen door hun gerichte ketens beter scoren dan de normale kunststoffen, dus vandaar dat die treksterkte ook hoger is. Denk bijvoorbeeld aan onze Dyneema-vezel, denk bijvoorbeeld ook aan de nylon-vezel en de Kevlar-vezel. Als we gaan kijken naar de gewapende thermoharders, zoals bijvoorbeeld epoxyhars gewapend met koolstofvezel, dan is de treksterkte zeker concurreerbaar met de treksterkte van de metalen. We zouden ook kunnen zeggen, treksterkte is eigenlijk de sterkte van een materiaal op betrekkelijk korte termijn. Korte termijn, daarmee bedoelen we komen via de trekproef. Bij de bespreking van de lange duursterkte gaan we starten met een praktisch voorbeeld. En dat is dat tegenwoordig de stalen waterleidingbuizen allemaal worden vervangen door hoge dichtheids polyethyleen waterleidingbuizen. En dat zijn dus van die
zwarte buizen die deze vorm hebben, die we dus waarschijnlijk allemaal wel kennen. En een courante afmeting die wordt gebruikt, zeker als het gaat over de buizen aan de straatzijde, dan zijn dat buizen van diameter 110 mm, dat is dan wel de buitendiameter van de buis, en de wanddikte bedraagt minimaal 6,25 mm. Dus dat zijn geëxtrudeerde polyethyleenbuizen. Als we zo'n buis, als we daar water in doen en we brengen dat water onder druk, en dat is dan de leidingdruk, dan zullen er in het materiaal spanningen ontstaan. En deze spanningen kunnen worden onderverdeeld in enerzijds axiale spanningen en anderzijds tangentiale spanningen. De waarde van deze spanningen kunnen worden uitgerekend met de ketelformules. En de tangentiële spanning is dan gelijk aan de druk van het water in de buis, maal de binnendiameter van de buis, gedeeld door twee keren de wanddikte. De druk wordt hier ook voorgesteld in megapascal. Er is ook een axiale spanning met dezelfde symbolen. En we zien dat de axiale spanning twee maal kleiner is dan de tangentiële spanning. Wanneer we dit nu gaan invullen voor onze toepassing en we veronderstellen dat de leidingdruk of de waterdruk gelijk is aan 5 bar, wat een courante waarde is, dan kunnen we die twee spanningen uitrekenen in functie van de afmetingen van mijn buis. En dan kom ik voor een tangentiële spanning een waarde uit van 3,9 megapascal. En als ik ga kijken naar de axiale spanning, dan is die uiteraard 2 maal kleiner. Dus dat wil zeggen, dat is dan gelijk aan 1,95 megapascal. Dat zijn twee spanningen die loodrecht op elkaar staan. Dus de resulterende spanning, zouden we kunnen zeggen, is de vectoriële som van deze twee spanningen. En dan kom ik een waarde uit van 4,36 megapascal. Ik weet dat de treksterkte van polyethyleen, wanneer ik een trekproef uitvoer op het materiaal, ongeveer gelijk is aan 25 megapascal. Als we gaan kijken naar het ontwerp van deze buis, heeft men rekening gehouden met een maximale spanning die kan optreden van 4 tot 5 megapascal. Maar de reden waarom dat die spanning zo sterk is verlaagd in vergelijking met de treksterkte van het materiaal, dat is dat die buizen toch 20, 30, zelfs tot 50 jaar moeten dienst doen. Dus de blootstellingstijd aan deze spanning is bijvoorbeeld 50 jaar. Dat wil zeggen, naarmate dat de blootstellingstijd groter wordt, zal deze spanning dus ook moeten dalen. En dat bedoelen we dus met de lange duursterkte. De vraag is nu natuurlijk, hoe komt het dat die spanning van 25 megapascal moet dalen tot 4 à 5 megapascal gedurende deze blootstellingstijd? Om een idee te hebben van deze waarde van de lange duursterkte van een kunststof, bijvoorbeeld van hoogdichtheidspolyethyleen, heeft men van het materiaal dus een aantal trekproeven uitgevoerd, telkens bij een temperatuur van 20 graden Celsius. En men heeft telkens de registratie gedaan van de breukspanning in functie van de belastingstijd. En dan heeft men voor hoge dichtheidspolyethyleen het volgende geconstateerd. Dat bij een trekspanning van 25 newton per vierkante millimeter de breuk zal optreden na enkele seconden. En dat is dan dus die bewuste treksterkte van het materiaal. Wanneer we een trekspanning aanbrengen van 20 newton per vierkante millimeter, dan zal de breuk optreden na enkele minuten, dus dat is een vaststelling. Bij een trekspanning in het materiaal van 15 newton per vierkante millimeter treedt de breuk op na een tiental uren. Bij een spanning of een trekspanning van 10 newton per vierkante millimeter, dan zal de breuk optreden na enkele jaren. Dus als we de waarde van deze spanningen in functie van de blootstellingstijd uitzetten in een grafiek, dan bekomen we dus inderdaad deze grafiek.
Dus hoe groter de blootstellingstijd, hier ook weer logaritmisch voorgesteld, hoe lager dat deze breekspanning zal zijn. Dit zijn allemaal gemeten waarden. Men gaat waarden meten waarbij dat men de proef uitvoert gedurende een jaar of zelfs meerdere jaren. En dan gaat men de curve gaan extrapoleren naar bijvoorbeeld 50 jaar, dus de te verwachte levensduur als het gaat over die waterleidingbuis. En dan gaat men kijken wat de te verwachten breukspanning is na 50 jaar. En op die manier wordt dus de breuksterkte van het materiaal bepaald. En men zal dan uiteraard ook nog rekening houden met een veiligheidscoëfficiënt. Als conclusie specifiek voor hoge dichtheidspolyethyleen kunnen we dan zeggen dat de spanning in het materiaal niet hoger mag zijn dan 5 newton per vierkante millimeter of 5 megapascal, wanneer dat het materiaal gedurende een zeer lange tijd wordt blootgesteld aan deze spanning. En met een zeer lange tijd bedoelen we bijvoorbeeld 50 jaar. Opgelet, want deze bewering is enkel en alleen geldig bij een temperatuur van 20 graden Celsius. De oorzaken van breuk zijn tweerlei. Enerzijds door het optreden van kruip, waardoor dat bijvoorbeeld de doorsnede van uw materiaal gaat wijzigen, in dit geval zal verkleinen, waardoor dat de werkelijke spanning groter zal worden en dan treedt er een soort van lawine-effect op en op een bepaald moment gaat uw materiaal breken en dat is dan een taaie breuk. Een ander fenomeen, dat is het optreden van haarscheurtjes, die op hun beurt zullen leiden tot een brosse breuk. En dikwijls zullen haarscheurtjes ontstaan wanneer de kunststof een bepaalde kritische hek zal overschrijden. In figuur 3.66 is dan een meer verfijnde grafiek getekend waarbij dat voor hoge dichtheidspolyethyleen de breekspanning wordt uitgezet in functie van de belastingstijd. Belastingstijd is hier logaritmisch voorgesteld in uren. En we zien dat de grafiek wordt onderverdeeld in twee zones. Enerzijds de grijze zone en anderzijds een oranje zone. De grenslijn ligt op 10 tot de vierde uren en dat komt ongeveer overeen met 1 jaar. Dus dat we zeggen, we hebben op het materiaal 1 jaar de metingen uitgevoerd. En vervolgens, en dat loopt dan verder in stippenlijn, hebben dus die waarden ook geëxtrapoleerd naar langere tijden. Als we gaan kijken op deze grafiek, dan zien we bij een temperatuur van 20 graden Celsius dat bij een tijdspanne van 50 jaar, en dat komt dan overeen met deze verticale lijn, de te verwachten breekspanning gelegen is op een 8 megapascal. Dat wil zeggen, hou ik ook nog rekening met een welbepaalde veiligheidsfactor, dan is mijn toelaatbare spanning in het materiaal rekening houdende met een blootstellingstijd van 50 jaar, ongeveer een 5 megapascal. En dat is ook de waarde die we berekend hebben in ons praktisch voorbeeld met die waterleidingbuis uit hoge dichtheidspolyethyleen. Hou ik ook rekening met andere temperaturen, en we gaan dus de temperatuur verhogen, dan zien we dus inderdaad dat die breekspanning in waarde zal dalen, dikwijls omdat kruip meer zal toenemen in het materiaal. En we zien ook een snellere afbuiging van de curve. Wij kunnen deze grafiek ook in twee delen splitsen, of in twee gebieden. En dat is dan overeenkomstig met deze aslijn die hier getekend staat, waarbij dat kunnen zeggen, bevindt de curve zich in het gebied boven de aslijn, dan zullen we altijd te maken hebben met een taaie breuk, waarbij dat de oorzaak altijd kruip zal zijn van het materiaal. Bevinden we ons beneden deze aslijn, dan bevinden we ons in het brosse gebied en daar kunnen we zeggen dat de oorzaak van de breuk altijd het gevolg zal zijn van het optreden van haarscheurtjes in het materiaal. En dat is dus de reden waarom dat dus deze materialen in dit gebied dus ook bros zullen breken. De ligging van de brosse breuklijn
dus hier in het rood voorgesteld, is sterk afhankelijk van de ketenlengte of de aantal gemiddelde moleculaire massa, waarbij dat bij een verhoging van deze moleculaire massa deze lijn naar rechts zal opschuiven, waarbij dat het materiaal dus ook thuis zal breken bij hogere belastingstijden. Men heeft ook vastgesteld dat door de aanwezigheid van bijvoorbeeld synthetische wasmiddelen of detergenten in de omgeving, de brosse breuklijn naar links opschuift, zodanig dat het materiaal sneller zal breken dan verwacht. Voor polyethyleen is deze verschuivingsfactor gelegen tussen de 10 en de 50. In figuur 3.68 wordt links de voorstelling gegeven van zo'n haarscheurtje en dan ook de verdere uitgroei tot een brosse breuk. En in de rechtse figuur vinden we een microscopische opname van een zeer klein scheurtje, of een craze ook genoemd. En dat is dan dikwijls ook nog gevuld met materiaal onder de vorm van zeer kleine veeltjes, die dan de breukvlakken van deze scheurtjes gaan overbruggen. De grootte hier stemt overeen met 3,5 duizendste van een millimeter. Dus dat is inderdaad nog een zeer klein scheurtje dat met het blote oog niet zichtbaar is. Men heeft ondervonden dat het risico op haarscheurtjes en dus ook het risico op brosse breuk vergroot naarmate dat de verwarringsgraad een bepaalde kritische waarde gaat overschrijden, en we noemen dat dus de kritische vervormingsgraad of de kritische rek. En deze kritische vervormingsgraad is uiteraard afhankelijk van het type van polymeer dat we gebruiken en is ook afhankelijk van de optredende spanning in het materiaal. Maar nu blijkt wel dat die kritische vervormingsgraad onafhankelijk blijkt te zijn van de temperatuur. Dikwijls zal men in de praktijk de ondergrens van deze kritische vervormingsgraad als een materiaalconstante gebruiken om op die manier een soort van toelaatbare spanning in het materiaal te gaan bepalen met behulp van de kruipisochronen, en dat zien we dan in de volgende slide. Veronderstel nu dat we van een welbepaalde kunststof in het bezit zijn van de kruipisochronen bij verschillende tijden, en dat we ook weet hebben van de kritische rek in functie van de spanning, met hier de aanduiding van de ondergrens. Als ik mijn materiaal gedurende een tijd T1 wil blootstellen aan een welbepaalde spanning, en ik wil er zeker van zijn dat er geen crazevorming optreedt of dat er geen brosse breuk optreedt, dan mag de maximale toelaatbare spanning deze waarde niet overschrijden. En die komt dan overeen met het snijpunt van de kritische rek met die tijd T1, met de kruipisochroon die daarbij hoort. Is mijn spanning hoger dan deze waarde, dan kom ik terecht in een zone waarbij dat de kritische rek wordt overschreden, want dan zit ik hier te werken, en dan heb ik dus gevaar voor crazevorming. Is de spanning lager dan deze aangeduide spanning, dan blijf ik dus altijd nog in deze groene zone zitten. Wanneer dat de belastingstijd vergroot, van T1 naar T2 naar T3 en naar T4, dan zien we dus ook dat deze maximale toelaatbare spanning, om crazevorming te vermijden, dus ook zal dalen. Omdat dat dus telkens de snijpunten zijn met die kritische rek. Dikwijls zou men in praktijk de kritische rek niet voorstellen door deze kromme, maar gemakkelijkheidshalve zou men altijd de ondergrens van de kritische rek aanduiden en dat is dan gewoon een verticale lijn. Dan ga ik niet kijken naar de snijpunten met de werkelijke kritische rek in functie van de spanning, maar kijk ik met de snijpunten met deze verticale lijn en dan zit ik eigenlijk wel nog veiliger te werken, want we zien dus naarmate dat de spanning vergroot, mag de kritische rek ook vergroten. En als we gebruik maken van de ondergrens, dan gaan we dus ook de waarde van deze kritische rek gaan verminderen. In de rechtertabel vinden we dan een aantal waarden van kritische rekken voor een aantal materialen.
Onder andere polystyreen heeft een kritisch REC van 0,35%. Polystyreen is inderdaad dus ook een vrij bosmateriaal. Styreenacrylonitriel zit op 0,49% ondergrens. Polymethylmetaacrylaat of plexiglas van 0,8 tot 1,3%. Polycarbonaat 1,8%. Polypropeen 2,2%. En polysulfon 2,5%. In de vorige paragraaf hebben we het gehad over de lange duursterte. En als er een lange duursterte is, zal er waarschijnlijk ook wel een korte duursterkte zijn. En we noemen dat ook wel eens de slagsterkte van een materiaal. En specifiek de slagsterkte van een polymeer. En de slagsterkte van een polymeer is de energie die geleverd wordt of moet geleverd worden per oppervlakte-eenheid om een breuk te krijgen in het materiaal en dit bij een snelle vervorming. De eenheid van slagsterkte bij metalen is courant joule per vierkante millimeter. Als we gaan spreken over kunststoffen, dan gaat men de eenheid wijzigen en spreekt men dikwijls over kilojoule per vierkante meter. De slagsterkte kan op verschillende manieren worden gemeten en een van de mogelijkheden, dat is volgens een Sharpie-proef, waarbij dat we een hamer van een welbepaalde hoogte laten vallen, gaan kijken wat de hoogte is na de breuk van het materiaal en het verschil in hoogte is dan een maat voor een geleverde arbeid. In een volgende videofragment zien we een moderne uitvoering van de impacttest. En dat kan dan gebeuren op verschillende manieren, dus niet enkel alleen volgens de Sharpie-methode. Op de waarde van de slagsterkte bij een kunststof zijn natuurlijk ook een aantal invloedsfactoren. En een eerste invloedsfactor is de aard van het polymeer of het polymeertype. En we weten dat er brosse polymeren zijn, zoals het polystyreen, maar er zijn natuurlijk ook taaie polymeren. In een volgende figuur wordt daarvan een rangschikking gegeven. Dus polystyreen en polymethylmetaacrylaat en ook de thermoharders MPVC. Dat zijn de brosse polymeren. En we zien dat aan de hand van de kerslagwaarde.
gemeten bij een temperatuur van 23 graden Celsius. En de waarde wordt dus uitgedrukt in kilojoule per vierkante meter. Dus de gebruikelijke eenheid bij kunststoffen. Wanneer we naar rechts gaan en naar onder, dan zien we dat de slagsterkte van de materialen verhoogt. We vergelijken polystyreen en high-impact polystyreen, dus copolymerisatie met polybutadien. Thermoharders, een lage slagvastheid. Als we thermoharders gebruiken met vlotstoffen, dan gaat de slagvastheid ook naar omhoog. ABS heeft een tamelijk grote slagvastheid en vandaar dat dat dus ook gebruikt wordt bij behuizingen van huishoudtoestellen. Polycarbonaat, een zeer grote slagvastheid en vandaar dat dus de lichtkoepels uit plexiglas allemaal worden vervangen door lichtkoepels uit polycarbonaat. Het materiaal is wel duurder, maar het heeft een zeer grote slagvastheid. Hier zien we dan nog staan de onverzadigde polyesters en de epoxyharsen met glasvezel. En het materiaal met een zeer grote slagvastheid, dat is dus het lage dichtheidspolyethene. En de slagvastheid van lage dichtheidspolyethene is merkelijk groter dan deze van hoge dichtheidspolyethene. Een tweede invloedfactor is de temperatuur. En gevoelsmatig kunnen we toch wel zeggen, naarmate dat de temperatuur lager is, zal de slagvastheid van de kunststof verminderen. En dat komt ook tot uiting in de volgende figuur. Onder andere als we gaan kijken bij polyamides, polyvinylchloride, zelfs polycarbonaat en polypropeen, dan zien we als de temperatuur daalt, gaat de slagvastheid ook sterk naar beneden. Er zijn uitzonderingen als we gaan kijken naar de ABS-typen. En we hebben hier ABS type 1, ABS type 2. Ik vermoed dat ABS type 2 het percentage polybutadien verhoogd is in vergelijking met het ABS type 1. En we zien dus inderdaad dat daar de temperatuur een minder grote invloed heeft op de waarde van de slagvastheid. De waarde van de slagproef is ook zeer sterk afhankelijk van de afrondingsstraal van de kerf die we aanbrengen in het proefplaatje. Materialen die daar minder gevoelig voor zijn, dat is polymethylmethacrylaat of het plexiglas en dan ook onze twee ABS-soorten. Maar als we gaan kijken naar PVC, polyamides en POM, daar zien we dus toch inderdaad wel wanneer dat we hier te maken hebben met een kleine afrondingsstraal van de kerf die in het proefplaatje wordt aangebracht, dan zien we dus toch een duidelijke vermindering van die kerfslagwaarde. Slagproeven kunnen worden uitgevoerd met proefplaatjes waarin dat dus inderdaad een kerf wordt aangebracht van een bepaalde diepte. Maar slagproeven kunnen ook worden uitgevoerd op ongekerfde proefplaatjes. Dus hier gaat het over de slagsterkte van gekerfde proefplaatjes, waarbij dat de afrondingsstraal van de kerf bepaalde waarden kan aannemen. En tenslotte nog een aantal losse opmerkingen in verband met de slagsterkte. Eerst en vooral dus amorfe en deelkristallijne polymeren met een hoge glastemperatuur zijn dikwijls ook zeer bros. We denken daar vooral aan polymethylmethacrylaat of het plexiglas met zijn glastemperatuur van 110 graden Celsius. We hebben ook het polystyreen met een glastemperatuur van 100 graden Celsius en zelfs ook het polyvinylchloride met een glastemperatuur van 86 graden Celsius. Dat zijn dus vrij brosse materialen omwille van het feit dat ze bij kamertemperatuur zich bevinden in de glasfase en dat laat sowieso vermoeden dat de slagsterkte van de materialen zeer laag zal zijn. Als we gaan kijken naar polymeren met een secundaire glasoverhangstemperatuur, en die opmerking hebben we vroeger ook al gegeven, dan zijn dat dikwijls de materialen met een betere slagvastheid, ook in het glasgebied. We denken daar vooral aan het high-impact polystyreen, waarbij dat polystyreen wordt gecopolymeriseerd met polybutadien, waardoor dat er dus een secundaire glasovergangstemperatuur ontstaat, en waarbij dat we dus ook kunnen zeggen dat dat materiaal veel taaier is dan het gewone polystyreen. De slagsterkte blijkt ook zeer sterk afhankelijk te zijn van de ketenlengte of een aantal gemiddelde moleculaire massa.
En dat heeft dan te maken met het aantal ketenuiteinden. Hoe meer ketenuiteinden, hoe slechter de slagvastheid. Of je zou ook kunnen zeggen, hoe langer de ketens, hoe minder ketenuiteinden, hoe beter de slagvastheid. En dat heeft dan te maken met hetgeen dat hier gezegd wordt. Een andere opmerking, dat is dat de slagvastheid van brossenpolymeren soms kan worden verhoogd door het inmengen of het inbrengen van kleine rubbeldeeltjes. En dat is dan dikwijls ook polybutadien, niet als een soort van copolymerisatie, maar gewoon als blend. En dan bij polyamides, en dat is vroeger ook al vermeld, is de taaiheid en ook de slagsterkte heel sterk afhankelijk van de vochtopname in het polyamide. Dus hoe meer vocht in het materiaal, des te beter zal ook de slagsterkte van het materiaal zijn. We krijgen dan wel een vermindering van de treksterkte en we krijgen dus ook een vermindering van de elasticiteitsmodulus, maar het materiaal wordt taaier en de breekrek van het materiaal gaat dus ook stijgen. En dan tenslotte, de ketenoriëntaties wijzigen dus ook de slagsterkte. Wanneer de ketens allemaal horizontaal gelicht zijn en we gaan de slagsterkte uitvoeren loodrecht op de richting van de ketens, dan mogen we dus ook altijd een grote slagsterkte verwachten. En wanneer dat we de ketens allemaal verticaal richten en we gaan de slagsterkte meten in de richting van de ketens, dan hebben we waarschijnlijk dus ook wel een kleine slagsterkte. En je kan dat vergelijken met het klieven van hout. Als je hout gaat klieven, ga je dus ook altijd zorgen dat je gaat slagen in de richting van de vezel van het hout. Omdat je daar dus ook de kleinste slagsterkte hebt. En in een volgend videofragment wordt dit duidelijk gemaakt.